ik. Of vandaag maak ik sambal goreng bami met lever en maagjes erdoor. Ik heb hier al knoflook uien, laos, maggi blok, chicken powder, zout, suiker, voorgekookte lever erin. Ik heb wat extra olie gezet omdat ik die bami ook nadien erin ga zetten. Wat ketchup. Schroefje. Na een paar minuten zet ik wat peper erin. Ik heb het niet vanaf het begin gebakken. Anders wordt het te pittig. En dat wil ik niet, want ik ga dit naar de moskee brengen. Na een paar minuten, dan gaat die bami erin. En dan... nu goed mixen. Ja, zo goed. Zo ziet hij eruit. Ik heb Noor laten proeven. En ze zegt de smaak is goed. Het is toch wel een beetje pittig. Ik heb alles goed gemixt. Laat hem nog even op vuur. En dan maak ik hem straks uit. Yes, en zo maak ik mijn... sambal goreng bami. Oei. Ja. Je mag kiezen wat je wil. Je mag ook stukjes kip zetten. Je kan ook stukjes babat zetten. Want dat deed ik vroeger ook. Toen ik verkocht. Sambal goreng bami met babat erdoor. Was ook heel lekker. En natuurlijk pittig. Yes. Wat soepgroenten snijden. En als ik ga... uitscheppen, ga ik dan die soepgroenten strooien. Yes! Hallo allemaal! Ik ben over straat. Ik ben net klaar met die sambal goreng bami. Ik ga nu even snel naar mijn moeder. Want ik moet een paar spullen voor haar brengen. Want ze gaat morgen naar Nikeri. En meestal is ze elk jaar daar. Elk jaar in Eid al-Fitr. Dan is ze in Nikeri. Want dan natuurlijk bij mijn oma, haar moeder. Dus dan gaat ze vanaf morgen aan. Ik hoop echt dat die chauffeur die morgen rijdt, of met wie ze gaat, heel voorzichtig rijdt. Want wat ik heb gezien, de weg naar Nikeri met zoveel rook, je kan bijna niks zien. Maakt me gewoon bang. Ik geef jullie leeg.
Siya? Ik geef jullie licht haar. Moet ik je ook licht geven? Nee, dankjewel. Nee, nee, dankjewel. Hey, Bart, iemand nodig, iemand daar. Ja, nee, nee, nee. Wat je wil. Hij is er nog? De voorzitter. Is het? Ik zeg het. Maar je hebt met suiker en zonder suiker. Zo, het is al heel laat. Ik ga koken voor morgenochtend. Ik ga maagjes klaarmaken. Hier heb ik al een knoflook, gember, maggieblok. Maar het is wel lekker. Zo. Zo, zo. Chicken powder. Ketchup. Zo, na een paar minuten ziet hij er zo uit. Ik heb geen water gezet hoor. Als je op een laag pitje kookt en die pan dicht maakt, komt er zelf water eruit. Ik heb een takje soepgroente gezet. Dus ja, hij is nog bezig te koken. Dan maak ik hem weer dicht. Oké, het is intussen al gaar. De smaak is ook al goed. Yes, ik kan hem uitmaken. Rambutan! Let's pick some rambutan voor zuurgoed. Is niet gestolen in ieder geval. Hi! Oké, Nuri gaat deze proeven. Ze past niet. Dus dan gaat ze proeven. Doe het nou. Je lik dat ding alleen. Is dat zoet of zuur? Check af eens. Wacht, dat was lang met die lippen. Kachoo!
Oh, zie je, dat is ook goed voor Sjoerhoed. Kan die andere daar? Waar ook? Kijk daar. Gooi het. Oké. Deze begint ook al overrijp te worden. Pak eentje, hè. Kijk hier, kijk hier. Even maken. Oké, proef deze. Deze is helemaal zeer. Ha? Zo jammer voor die boom. Maar ja, het is niet jammer. We gaan zuur goed maken. Ik ga papa helpen. John gaat die boom snoeien. Die takken staan in de weg. Anders kunnen die auto's niet naar achteren rijden. Je moet niet rennen. Loop. Mevrouwtje werkt hard hoor. Zeker die noedels. Noor, je moet meer noedels eten. Je stimuleert me ook om noedels te eten later. Hi, Maya. Zo. Daar red je. Of wat donker bak. Hier hebben we al een emmer. Nog een beetje. Hier is er een halve emmer. Die krat daar is al vol. Nog straks ook overschenken. Je moet niet rennen. Wat gebeurt? Je hoed. De hoed waait steeds weg. Ja. Nee, die andere takken nog hier. Gaan drinken, hè?
Je mag hem drinken. De zon is fel. Zo, we gaan het zuur goed maken voor de moskee. En de mensen ook genieten van rambutan zuur goed. Oké, dus mevrouw gaat de gele rambutan nu proeven. Die stoel is zelf wijd weg. Zo hard waait de wind. Oké, dit dag. Maar hoe is het? Dit is zeker zoet. Ja, je ogen peacock eyes. Lekker. Delish. Wat doe? Kijk hoe ze eruit ziet. Ze is moe mensen. Ze heeft hard gewerkt. Rustig hoor. Oké. Okay. Nog een paar plukken te houden weg. Want als zo'n peper. Weer. Huh? Wait, weer weg. Lekker. Oké. Okay. Eentje gaat ze proeven. Maar deze is. Hi boy. Hi Funky. Goed? Zoet. Oh, maar die van deze is ook zoet. Kijk daar achterop. Zelfs moet je even aan dagen, dan moet je eentje plukken dat profiel. Vandaag is. Rambutan taste test. We waren al lang hier gekomen, dat is zoveel jaren geleden toch? Je moet toch ook al plukken hier? Daar is die. Ja, ik denk die daar. Kijk daar, die hele boom is zo. Al overrijp, maar misschien die zuur denk ik. Of zoet, ik weet het niet. Daar, die zijn wel zoet. Nogmaals, deze bomen zijn niet van mij. Ze zijn van iemand anders. Van de moskee. Van de moskee, bij de moskee. Ja. Oké. Okay. Laten we even plukken. Oké. Okay. Nog eentje van een andere boom. Zuur. Of zoet zuur. Helemaal zuur. Oké. Okay. Round? 6. Oké. Okay. Beter in. Is zuur. Zoveel zuur. Van zoveel bomen zijn maar 3 bomen zoet. We gaan ze oprappen. Nog eentje. Dit is van een andere boom. Maar dit is groter. Haal het even uit. Zet die pakken? Oké. Okay. Dit is groter. En vleesiger. Die hele ding gaat weg. Gaat los. Lekker? Huh? Mm-hmm. Je gaat niet in de. Mama mag niet te veel rambutan eten. Dat is ook niet goed voor diabetes. Te veel. Een paar alleen. Genoeg, maar niet te veel. Net als druiven. Oké, okay. Next one. Huh? Deze hele boom hier is vol. Rambutan. Deze zijn zo mooi. Ze beginnen al overrijp te worden. Maar ze zijn kwetsjot. Waar zijn andere? Is van diezelfde boom, boy. Kijk hier. Waar? Oh, daarnaast bedoel je? Ik dacht, ja. Ik wil die proeven. Kom. Ik twijfel er. Oké, wacht even. Oké. Ha 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 ha.
kijk. Dat is wat moois. Hè. Hoe noem je dit? Schild. Schild van een kapassie. Vandaag gaan we wildvlees klaarmaken. John heeft het al weggehaald. Hi, Eric. Hi, Eric. Nee, niet krabben. Zo, hier heb ik dat vlees eerst even gekookt. En dan ga ik hem nu klaarmaken. Hier heb ik mijn masala. Ik heb alles gechopt. Knoflook, uien, peper, maggieblok, zout, chicken powder, gember heb ik ook hier. Ja, is bezig te bakken. Dan gaat het vlees zo erg. Het vlees is al erin. En dan nu draaien. Hela. Ik ga even draaien hoor, want mijn pan loopt. Yes, ik heb het al gedraaid. Goed gemixt. En een beetje gebakken. Ga ik nu water zetten. Zo. Ik heb Noor laten proeven. Het vlees is al zacht. Dus ik ga hem uitmaken. En dit gaan we meenemen naar de moskee. Ik heb dit niet gekocht hoor mensen. Ik heb dit niet gekocht hoor. Ik heb... Iemand van de moskee heeft dit. En... Ze vroeg als ik het wil klaarmaken. Het was een hele kapassie. Ga je vegen? Dankjewel. Ja, dus dan... Ja, heeft John het voor me gekapt. En ik heb dan klaargemaakt. Al dan! Hier hebben we alleen maar van die zure. Ik heb genoeg werk om zuur goed te maken. Eten, eten. Oei. Mangan, Rahim. Hai Tali. Eita, eita. Set. Wat ga je doen? Pito, dan de pito zit daar. Ja, hier, weet je dat? Huh? Of ga je weer naar het? Zo. Ga je dingen spoelen? Ik heb al één krat of één bak geschild. Er is nog een hele krat daar. En dan nog hierin. Deze hele bak is ongeveer een halve emmer. Dus is al laat. Ik ga stoppen. Morgen ga ik door. Deze ga ik in de koelkast zetten. En dan ga ik morgen verder. Mijn duim doet pijn.
Hey, focus. Ano mga focus? Ah, focus na para rambutan mo. Mahut. That's it for tonight. That's morgen. Bye-bye.